zelf. 4 keer achter elkaar. Hey. Dag Laurence. Dus Laurence heeft haar workstation hier. En we hebben een soort pancartes gemaakt. Die zij volledig loco aan vol tekenen is. Gebaseerd op wat materiaal dat we hebben verzameld van Egypte, allee zo, hoe zeg je dat? Hieroglyphen en Egyptische godheden en zo. Opgravingen en tekeningetjes die Frank maakt. En DNA-strengen. Synthetisch. Uh-huh. En dan heb ik bij hem met zijn vorig materiaal, wat is dat hier? Met dat, hè? Uh-huh. Dat is een geweer. Ja. Yeah. Een hout, maar ik heb dat bijna nog aan deze. Want ze heeft hier een naal in aan zijn deur geschoten. Ja, en dat, al die stukken hout heb je hier gevonden? Ja, al die stukken hout hebben wij verzameld en ermee iets gemaakt. Ja, we hebben de soort van... graving. Een opgraving, ja. De opgraving. We mochten, ze zeiden van ja, er mag hier van alles met die ruimtes. De valse wanden komen eruit. Ja. Je mocht in de vloer. Dus ja, ze moeten daar geen twee keer zitten. Het is een testje, want we zijn dus aan het spelen met het idee om een soort van... een soort van refuge, of een soort van bunker. Mm-hmm. Of... ja, ergens een variant, we weten het nog niet zo goed, tussen een bunker en een archeologische opgraving. Oké. Okay. Dus enerzijds een plek waar dat je kunt schuilen voor een aanstaande apocalypse. Ja, cool. En anderzijds ook ja, een soort site waar dat er dan kleine opgravingen van speciale... Mm. Allee, we zijn er nog niet over uit of dat dan dingen zijn die we zogezegd vinden in de grond, of dat we eigenlijk bezig zijn met dingen in de grond te stoppen. Ja. De toekomst. Ja, ah ja. Begint, ja. Dat vind ik dan wel een leuk idee, dat we dingen van Tony en Laurence ergens verstoppen voor binnen zoveel generaties of binnen zoveel tijd, dat dat ook teruggevonden kan worden. We hebben hier zo'n raket gebouwd. Ja. En dat was dus een... En een raket eigenlijk, het zijn dat schildjes aan, hè, let op. Ja, schildjes. En voor wat dienen die schildjes? Wel, voor... voor de lancering. Voor de lancering, ja. Voor de lancering. En dan... zij vroeg tegen mij al zo, we hadden raketbouw. Ah, ja. En waar ga je naartoe met die raket? Of weet je het nog niet? Ik weet het ook niet. Nee? Het is nog... Dat is mooi, ik weet het ook niet.